Sinterklaas, wilt u sturen? Ik moet ze. Welke kant moet ik op? Nee, de andere kant, de andere kant. De andere kant. Tijn, die kant op. Nee, nou, daar. Oh, maar Piet, dat vind ik niet leuk. Neem je helemaal over. Dat vind ik erg. Oh, we zijn er bijna. Oh, ik verlas me erop. We liggen vast en we kunnen aan bal. Ja, mooi. Kom maar door met die kruis. Oh. Dit is toch niet normaal? Oh, het komt gelukkig allemaal goed met die cadeaus. Sinterklaas, welkom in Weidemeren. Oh, Mandy, wat fijn dat ik je zie. We mogen helaas geen handen geven, hè? Nee, sorry Sinterklaas. Ja. Heeft u een beetje een fijne reis gehad? Nou, ik heb echt een fantastische reis gehad. Oh, het was rustig weer, want ik word nog wel eens zeeziek. Ja. Maar niet één keer gebeurd. Maar ik vind het wel heel jammer dat er geen kindjes zijn. Ja, ik vind het ook jammer, Sinterklaas. Maar ik heb dus wel iets geregeld. Oh, ja? Ik heb de burgemeester geregeld. Oh. En daar kunnen we dus nu zo naartoe in het gemeentehuis. Want er staat een koets te wachten met twee paarden. Ah, ja, dat heb je ook geregeld. Dat heb ik ook geregeld. Nou, Mandy, dan gaan we komt snel. Mee, Sinterklaas? Kom maar. Oh, wat fijn dat je dat geregeld hebt. Niet zo snel. Sinterklaas, ik spreek snel op de fiets. Dan zie ik u zo, oké? Ja, dat is goed, Mandy. Maar doe alsjeblieft voorzichtig, hè. Ja, doe voorzichtig. En jullie ook, jongens, want het is hier heel glad. Pas op, Sinterklaas. Ja, ik pas toch op. Wat staat er nou? Oh, wat fijn dat u er weer bent. Goed zie je, zo fijn. Ik zou heel graag naar het gemeentehuis gaan. Gaat het goed, Piet? Ja, het is fantastisch weer. Alles wordt het feest. We zijn weer in Weidemeren. Ja, daar ben ik zo blij van. Zijn we toch weer in Weidemeren, Sinterklaas? Ik ben er zo blij om, hè. Och, kijk, die lijkt er weer mooi bij liggen, hè. Wat? En het is echt al winter, hè. Moet je zien, al die bladeren. Ik vind het zo jammer dat er geen kindjes zijn, hè? Ja, maar Sinterklaas, dat komt door de corona. Corona. Nou, als ik corona was, zou maken dat ik wegkwam. Oh. Zeg, Piet, als we bij het gemeentehuis zijn, dan wil ik de paarden graag wat worteltjes geven. Heb je die bij je? Sinterklaas, ik heb wortels bij me voor de paarden. Och. Ook al, daar kan ik mee strooien. Oh. Nou, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar zal ik ze geven of geef jij ze? Dan geef jij ze maar. Wortels alsjeblieft. Paard. Daar word ik nou zo gelukkig van. Zo fijn om weer te zijn. Dat rijmt ook nog eens een keertje in Weidemeren. Dag, mevrouw de burgemeester. Sinterklaas komt er zo aan, volgens mij. Ik heb hem al gezien. Het is het laat al, hè? Fijn dat u nog op bent gebleven voor ons. Ik heb er heel veel zin in. Volgens mij komt hij er nu zo aan. Sinterklaas! Nou, wat leuk dat ik hier mag zijn, zeg. Nou, even meten. Anderhalve meter. Nee, komt u maar deze kant op. Dat mag wel. Tot aan de strik. Zo. Kijk. Nou, burgemeester, wat ben ik blij dat ik er ben. Oh, en ik ben ook zo blij dat u er bent. En ook alle kindjes in Weidemeren zijn zo blij dat u er bent. Nou, heeft u het over de kindjes, maar ik heb helemaal geen kindjes gezien. Nee, hoe komt dat? Het is natuurlijk al wel laat, dat is wel zo. Maar ja, ik dacht, de kade staat vol. Maar misschien heeft het ook wat te maken met corona. Ik denk het wel, Sinterklaas. Ja, wij kunnen geen intochten houden nu vanwege de corona. Dat is echt heel erg jammer. We hadden het heel graag georganiseerd, maar het kan gewoon nu niet. Er zijn te veel mensen die te dicht bij elkaar staan anders. Dus voor iedereen's veiligheid, ook voor uw veiligheid, is het heel belangrijk. Nou ja, dat we het anders doen dit jaar, de Sinterklaasviering. Ja, ik begrijp het. Toen ik de grens overkwam, hè, op het water, dan varen we zo rechtsaf langs Den Helder. En dan gaan we zo helemaal het IJsselmeer af. Dan gaan we de Vecht op. Dan varen we de hele Vecht langs. Dan gaan we door de sluis. Hoe heet die sluis nou toch ook alweer?
De Mijndense sluis bedoelt u natuurlijk. Ja, die bedoel ik. En toen kwamen we erdoor en toen lagen we in de sluis en toen gaven ze mij dit. Toen zeiden ze, dat moet vanwege corona. Nou, ik wist niet eens wat corona was, want wij in ons paleis in Madrid, ja, in Spanje, daar lopen wij gewoon in een bubbel, noemen ze dat geloof ik. Ja, dan zit u in de bubbel en bent u veilig voor elkaar, maar zodra u uit de bubbel gaat, ja, dan moet u een masker op. Nou, dat dragen wij allemaal nu in Nederland. Maar als ik nou echt anderhalve meter neem, mag ik dan toch even zien hoe u er helemaal normaal uitziet? Want nou heb ik zo'n verkeerd beeld. Nou, ik ga even meten even en dan meter. Loop ik even eens naar achteren. Laat u eens zien. Nou, heel even dan. Kijk. Och, maar zo bent u veel leuker. Vindt u het goed dat ik dan straks alle kindjes toespreek ook? Dat ik bijvoorbeeld net doe of dat er kindjes zijn. En dan zeg ik even tegen de kindjes dat ze vanavond allemaal hun schoen mogen zetten. Ja, zeker. En denk eraan, hè, het gaat om alle kindjes in Weidemeren. Dus een Ankeveen en een Kortehoef en een Schaveland en een Nederhorstenberg en een Loosdrecht. Ja? Zijn dat allemaal kindjes van Weidemeren? Ja, u moet heel veel schoentjes vullen, hoor. Nou, kindjes, niet vergeten om vanavond de schoen te zetten. En als je heel lief bent, mag het morgen ook. Ik heb al die kindjes gesproken ook in Weidemeren. En die maken zich ontzettend veel zorgen. Want ze denken, ja, ik heb zoveel tekeningen. Of ik wil een filmpje opnemen. Of ik wil een dansje doen. Of iets aan u vragen. Hoe moet dat in de klas? Nou, daar moet ik even over nadenken. Pieter, zullen we dan afspreken dat de kinderen dat opsturen? Waar moeten ze het dan naartoe sturen? Hoe doen we dat, Sinterklaas? Ja, kijk. Dat moet je hier naartoe sturen. Zie je het? Ja, kijk eens, ik ben zo knap, hè. Ja. Hier staat het. Daar moet je het dan naartoe sturen. En dan hebben we binnenkort allemaal vragen. En die ga ik dan beantwoorden. Ja. En juffrouw Mandy, zou u dan ook mee willen doen? Dat u dan mij helpt met het beantwoorden van al die vragen? Ja, dan ga ik u een soort van interviewen dan. Dat is wel een leuk idee, toch? Ja, dat vind ik zelfs een heel leuk idee. Vindt u het ook een leuk idee? Ik vind het ook een goed idee. Ik ga eerst een ander goed idee doen. Ik ga eerst mijn mondkapje weer opzetten. Ja. Ja, want dat is wel zo veilig. En ik wil, denk eraan, hè, het gaat om heel veel kindjes, hè, bij ons in Weidemeren. Dus de kindjes uit Ankeveen, uit Nederhorstenberg, uit Schaveland, uit Kortehoef en natuurlijk uit Loosdrecht. Ja. Nou, en dan lijkt het me nu wel tijd om te gaan. Ik ben ook wel een beetje moe, dus ik wil gaan slapen. Ik ben heel erg grote reis achter de rug. Ja, zullen we even boksen? Nou, Sinterklaas, zullen we even met de elleboog? Want dat is tegenwoordig, is dat toch wel wat beter. Oh, nou, dat vind ik ook leuk. Maar niet te hard, want ik heb hele gevoelige botten. Kijk. Zo. Tot ziens. Tot ziens, kom op, jongens. We gaan slapen. Dag, Sinterklaas.